In de auto met een trico. Ja, ik probeer Antwerps, maar ik ben eigenlijk een fake Antwerpenaar. Krijgen wij korting, want ik zit hier met Miss België eigenlijk. Ja, ik zal het niet vragen aan de winnen. Jawel, dat is goed. Blijkbaar is dat hier vaste klant, dus daarmee. Hè. Voilà. Hallo. Cheyenne. Miss Belgium. Ah nee, die zeggen dat in het Frans zeker. Miss Belgique. Dank je dat ik mocht komen. Kei leuk. Absoluut geen probleem. Bedankt dat je de tijd wil maken ook. Maar dus ze zeggen dat in het Frans toch? Oui, Miss Belgique. Miss Belgique 2022. Ik heb goed naar de finale gekeken. Of heb je niet naar de finale gekeken? Ik heb niet naar de finale gekeken, maar ik heb het wel teruggezien. Ik heb het teruggezien. Ik heb het clipje wel teruggezien. Ik moet mijn gordel aandoen. Ik vergeet het altijd. Ja, maar geen probleem. Ik ga het wel achter mijn lint aandoen. Ja, absoluut geen probleem. Ik wil mijn lintje niet kapot maken. Dan moet nog even meegaan, hè? Ja, nog een jaar. En nog daarna moet ik dat nog gebruiken. Ja? Ja. Oké. Okay. Maar hoe is het met u? Hoe, ça va. Ik mag niet klagen. Het is goed weer. Alleen vandaag een beetje bewolkt natuurlijk. Ja, maar het is altijd leuk om in Antwerpen te zijn, toch? Ja, Antwerpen is wel tof, hè? En we zijn alle twee Antwerpenaartjes. Ja, klopt. Klopt, ja. Klopt. En hoe is het met u? Goed, het is mijn vrije dag vandaag, dus daarom ben ik hier. En je maakt gewoon speciaal hier tijd voor? Ja, ik was toch in Antwerpen, dus... Ja. Oké, okay. Tof. Allee, heel goed. Dus Miss Belgium 2022, een maand ongeveer denk ik nu, of iets langer. Ja, een maand. Dat je dat nu bent. Ja, hoe ben je erop gekomen eigenlijk? Dus, er is sowieso een moment dat je zoiets had van, ik ga mij inschrijven. Neem ons even mee naar dat moment. Ja. Hoe dat je dacht van, oké, ik ga het gewoon doen, ik ga me gewoon inschrijven. Ha. Ik denk dat er heel veel mensen vorig jaar hebben beslist, of het jaar ervoor, van ik ga me eens inschrijven, want je kunt daar veel mee bereiken en dat is wel makkelijk in het leven om daarmee iets te doen. Ja. Maar ik wil dat al heel mijn leven, dat is vanaf dat ik klein ben, ik ben 4-5 jaar, dat ik dacht van, ah, maar dat ga ik horen op een dag. Ja. Ja. En dat ik dacht van, wat wil ik eigenlijk doen? Je kijkt naar je talenten, je kijkt wat kan ik goed, wie ben ik? En dat is vooral de vraag, wie ben ik? Dat is belangrijk als je iets wil gaan doen in het leven. Hè? Ja. En ik wist wie dat ik was. Ik wist van, ik ben een lieve persoon. Ik wil mensen op een goede manier beïnvloeden. Ik wil jonge vrouwen beïnvloeden. Ik wil een power woman zijn. En, ja. En dat is iets dat je best vroeg al wel wist eigenlijk. Ja. Ja. Oké. Okay. En dan heb ik eigenlijk ieder kaartje dat ik had voor mijn verjaardag gezegd van, ik word Miss België. 2019, maar ik ben 2022 geworden. Ja. Maar ja. Heb je in andere edities dan ook ingeschreven of? Nee, maar ik had dat toen uitgerekend. Als je 18 bent, mag je nu inschrijven. Ah ja, oké. Ja, maar toen dacht ik van, ik ben nog te jong, want je moet toch wel een beetje levenservaring hebben en gewerkt hebben in het leven en toch een beetje wat kennen van het leven om die titel te kunnen dragen, denk ik. Ja, ja, tuurlijk, sowieso. Dus dat is al een kinderdroom van velen, hè. Van velen is dat een kinderdroom. Ja, ik denk dat dat wel het bewijs is ook door het feit dat elk jaar zich zoveel dames inschrijven, hè? Dus dat zal wel. Dat is waar. Want hoeveel zijn jullie zo in het begin, als dat net begint? Goh, eigenlijk ongeveer 2000 meisjes schrijven zich in. Goh, ik weet dat nooit niet op voorhand, maar nu zijn er dus 200 altijd geselecteerd. Dus alle provincies van België doen mee. Ja. En dan moet je eerst meedoen aan Miss Brussel of Miss Luik of Miss Antwerpen. Oké. Okay. Ja. Mei. En daaruit worden er 40 geselecteerd en dan 30. En die 30 mogen we doen aan Miss België. Dus vanuit de 2000 heb jij gewoon gewonnen? Ja, blijkbaar. Dat moet toch een speciaal gevoel bij u. Dat moet een speciaal gevoel geven eigenlijk in de zin van 2000 mensen en ik ben degene die eruit gekozen is. Ja, ik kan dat ook nog steeds niet geloven, want als je echt meedoet, dan denk je van, goh, het is te mooi om waar te zijn. Tot je op een podium staat, hoort je naam. Ik was in shock, dacht nee, die hebben een fout gemaakt, heeft dat niet goed gelezen of zo. Ik ben dat niet. Dat is toch eens een keer gebeurd hè, met Miss Universe of zo. Dat ze toen Miss Colombia of iets in die aard, dat ze dat fout hadden gezegd. Hè. Ja, dat is echt erg. Dus, en dat meisje had die kroon al op haar hoofd, denk ik. Hè? Ja, dat meisje had volgens mij die,
die kroon op haar hoofd. Volgens mij is zij in depressie geraakt, dat kan niet anders. Dat moet denk ik wel echt een harde klap zijn, sowieso. Maar je hebt wel een moment dan meegemaakt van vroeger. Ja, oké. Van een heel korte periode, maar oké. Ik denk dat dat bij ons niet kan gebeuren, zoiets. Ja. Wij lezen te goed op het papier, denk ik. Ja, het is te hopen dat dit inderdaad nooit gebeurt, want anders zou er wel een catastrofe zijn op dat moment. Ja. Eigenlijk mogen ze die kroon dan niet meer terugpakken, sorry. Ergens, ja. Dan moeten ze dat gewoon laten. Ja, klopt. Dat is gewoon God die dan beslist heeft. Fout gelezen, dus ja, klaar. Gewoon incasseren en hard zijn. Oké, heel goed. Dus je hebt meegedaan, inderdaad. Dus 2000 inschrijvingen in totaal. Telkens door de selecties. En dan uiteindelijk dus word jij Miss België 2022. Ja. Maar spijtig genoeg, helaas. Helaas, pindakaas. Had jij opeens al enorm veel kritiek. Ja. Goh, ik had dat zelf niet verwacht. Van waar komt dat? Dus jij wordt toch garme Miss België? De vorige Miss België, die zet dat kroontje op je hoofd. En dan bam, de bom is een dag later of weet ik veel wat, komen er ineens komt er kritiek op u van plastische chirurgie en dit en zus en zo, ja. En dat ik het heb omgekocht. En dat het is omgekocht en zo, van waar denk je dat dat komt eigenlijk? Dus is dat gewoon echt jaloezie of zit er iets anders achter of... Denk je dat mensen vinden dat je zelfzekerheid uitstraalt of bepaalde dingen? Of... Ik had ook, als je meedoet, je wint, en dan denk je, oh, dat wordt een prachtig begin van een jaar. Ja. En dan ineens krijg je zo kritiek en dan denk ik van, hè, maar van waar komt dat toch allemaal uit het niets? Als je verwacht dat nooit. Hè. Ja. Je denkt van, oh, wat zouden ze over u kunnen zeggen? Want ieder jaar zijn er roddels. En ja. De ene is te mager, de andere is te bruin, de andere heeft grotere tanden. En het is altijd iets, ja. Ja. Dus ik dacht van... Ik moest er gewoon mee lachen eigenlijk. Want in het begin, ik heb de eerste 3 weken geen tijd gehad hè, om op Instagram te zitten. Ja. Om Facebook, ik postte wel eens iets, maar ik had geen tijd om reacties te lezen. Want dus, de mensen thuis, die beslissen toch ook voor een deel mee? Of, ja, daarom. Dus dan is het eigenlijk nog meer... Nog meer chockerend. Ja, nog meer chockerend inderdaad, dat de mensen eigenlijk er mee voor hebben gezorgd dat jij Miss België bent geworden. Ja. Maar toch... Is er dan die kritiek, ja. Mensen... Het is altijd iets, hè. Het is denk ik achter een scherm altijd natuurlijk makkelijker om te zeggen van Cheyenne, dit, Cheyenne, de zus enzovoort. Maar ik denk dat veel mensen ook het ergens ook niet kunnen accepteren als ze zien dat iemand anders succesvol is of iets bereikt of een droom heeft nagejaagd dat ook is uitgekomen of iets. Ja, omdat ze het zelf misschien ook willen, of ja, ze zien gewoon een foto en daarop gaan ze eigenlijk in beeld van oh ja, dat gaat eigenlijk weer zo'n papa-mama's kindje zijn, of een rijke luis kindje. En op dat foto gaan ze dan denken van dat is geen leuke. Ja. Dat is jammer, want het is totaal niet waar. Misschien heb ik dat uitgestraald of zo door mijn verleden. Ja. Want ze heeft in een kasteel gewoond. Maar het is de realiteit van mensen is zo anders dan dat een foto uitstraalt. Ah ja, ze zeggen altijd mensen die succesvol worden, die zijn in het begin altijd gehaat of zo. Of die krijgen heel veel kritiek. Ja. Omdat dat mensen zijn die heel hard en snel groeien. En als ik dan zie naar die... Ik heb ook wel eens gekeken naar die reacties. Want die zei altijd tegen mij, vanaf dat ik mijn kroon had, lees morgen vroeg niet de reacties, hè, zegt ze. Ze lag bij mij zo naast een bed. Ik dacht, oh, dat is wel kei lief dat ze mij zo steunt. Want ze kent mij het ook nog niet zo goed eigenlijk. Ze zegt, dat is ieder jaar hetzelfde. Je mag niet kijken en beloof mij dat. Ik zeg, ja... En dan keek ik zo eens en dan denk ik van, maar die mensen die het schrijven, een profielfoto, dat is een trein, of dat is een appel, of dat is een giraf. Ja, dat is gewoon erg. Dat is een profielfoto. Ja, meestal is dat inderdaad wel zoiets. Hè. Het is echt erg, want inderdaad, een van de dingen is, dus je hebt in een kasteel gewoond, wat effectief zo was, volgens mij. Ja. Maar dat wil in principe niet veel zeggen over... Ja, hoe je als persoon de dag van vandaag in elkaar zit ofzo. Dus je hebt in een kasteel gewoond. Maar je kunt daar veel meer uit leren soms. Je kunt soms veel meer beleefdheid of dingen van het leven kennen, leren, dat belangrijk is dan in een tent of in een caravan. Ja. Daar heb ik echt geleerd van, wat het ook is, mensen die niks hebben,
doordat ik zelf heb gezien van hoe hard het is om te werken voor iets. Ja. Want dat komt niet zomaar, hè. Dat is niet van familie naar familie. Hè. Dat is soms ook gewoon mensen die, gelijk mijn vader die in een caravan heeft gewoond, mijn familie, die heeft zelfs zijn caravan gemaakt, mijn zus en broer zijn daarin geboren. Ja. En ineens, ja, door keihard alleen te werken, kun je ergens geraken. Maar bon, ja, dat zijn ook andere tijden geweest dan nu. Hè. De tijden van nu zijn veel moeilijker, hè, om iets te bereiken. Ja. Ja. Maar, dus dat komt dan door uw vader of uw ouders dan, beter gezegd. Maar wat hebben ze dan juist gedaan? Dus waren ze al, waren de grootouders dan wel gesteld, om het zo te zeggen? Of hoe ben je opgegroeid in een rijk gezin, om het zo te zeggen? Wat hebben uw ouders gedaan van werk, of hoe zijn ze daar geraakt? Dat je eigenlijk in een kasteel bent, dat je in een kasteel hebt kunnen wonen, om het zo te zeggen. Ja, ik hou niet van dat woord van dat ik van een rijk gezin kom, want wij hebben ons nog meer normaler en basic gevoeld dan gewone mensen die in een gewoon huisje wonen. Ja. Dus mijn papa die had helemaal niks. Mijn ouders hadden beide eigenlijk geen familie. Ja. Geen ouders, niks. En dus mijn papa heeft met zijn eerste vrouw wel de dingen bereikt die hij wou bereiken. En zijn eerste vrouw is dan doodgegaan. Okay. Dus dan is mijn mama gekomen. Maar goed, mijn mama heeft nog steeds met hem samengewerkt met alles. Okay. En dat is vooral gekomen van zelf brommers repareren, zelf auto's repareren. Okay. Eigenlijk naar veilingen gaan. Zo is mijn papa begonnen met spulletjes te verkopen en herkopen. Oké. Okay. Ja. Zo is het dus eigenlijk allemaal begonnen. Ja. En dan is het zo telkens beter en beter gegaan. Ja, en toen heeft hij een hotel gestart, een autobedrijf. Ja. Oké. Okay. Maar dat is ook niet slapen en veel werken. Ja, ja, nee, tuurlijk, zeker en vast. Ja, hotel is altijd open. En een autobedrijf inderdaad is ook wel hard werken. Want als je bijvoorbeeld een auto verkoopt, je moet wel blijven verkopen om die inkomsten binnen te halen. Ja. Maar het willen ze zijn weg, hè? Het is wel, ja, voilà, tuurlijk, zeker en vast. Maar het is gewoon een beetje spijtig, zoals ik net zeg, dat er gewoon immens veel kritiek. Immens veel kritiek zijn enzovoort. Ja, dat kan zeker zijn. Want net voordat ik naar u kwam, heb ik even op Google gekeken. Als ik uw naam intypte. Ik heb dat zelf nog niet echt gedaan, eigenlijk. Nee? Wilt je het weten? Wat de suggesties zijn? Dus dat is waarschijnlijk op basis van waar mensen het meeste zoeken. Okay. Het is niks ergs, dus ik ga je niet. Maar als ik dus Cheyenne Van intyp, dan krijg ik als suggestie Cheyenne van Aarle, vader, moeder, botox, dochter van, roots, lelijk, ouders en zingt. Ah, maar dus, ik wist dat niet dat je dat zo kon kijken. Dus wat er mij opvalt dat er echt veel voorkomt, dat is eigenlijk vader, moeder, roots, ouders. Dus waarom denk je dat mensen dat zo blijkbaar belangrijk vinden? Oh, wow. Om te weten wie dat je ouders zijn of wat dat ze hebben gedaan. Ja, ik denk inderdaad door dat kasteel. En ook als er iemand verkozen wordt, ja, dat is gewoon, je ziet een foto, dat is een mis, mijn kroon op. Maar van waar komt zij? Wie is zij? En daarom dat ze gewoon de geschiedenis willen zoeken, van waar kom ik? Ja. Maar dat is normaal ook, dat is gelijk, dat jij een zangeres zou opzoeken, zou je ook willen weten van welke ouders is zij, welke afkomst. Wat is haar geschiedenis? Ja, misschien omdat ik niet echt Belgisch lijk, dat ze zoiets hebben van, het is botox en dat ze dat dan ook opzoeken ofzo, ja. 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 Nee, ja. Dus, ja. Maar je hebt me wel iets bijgeleerd, want ik heb nog nooit op die manier zo iemand opgezocht. Ja, voilà, maar ik dacht, ik ben wel eens benieuwd eigenlijk naar wat dat mensen zoeken. En inderdaad, dus, botox en zo staat er ook wel tussen. Ja, ik heb dat wel eens gezien, wat ze zeiden, Miss Botox. Ik vond dat wel grappig. Miss Botox, oké. Okay. Is uiterlijk voor u belangrijk, echt of? Goh, ik heb daar nooit echt veel aan, ik heb daar eigenlijk nooit niks voor gedaan, omdat ik daar niet mee bezig was vroeger. Ik was niet bezig met Instagram, maar ik was stewardess op lange afstand, ik was constant buiten, aan het vliegen, aan het travelen. Nee, ik heb ook lang geen Instagram gehad. Daarom dat ik hier ben, dat ik zoiets heb van, ik kwam eens België worden om te tonen van, stop met Instagram met je te vergelijken, met te denken dat we allemaal Kardashians zijn op Instagram, want dat hoeft niet. Ja. We hoeven ons niet te bewijzen. Ja, klopt, dat is waar. Klopt volledig. Ja. En dan mensen die wel misschien natuurlijk mooi zijn of zo, gaan ze zeggen, die heeft haar gezicht bewerkt. Ja. Die heeft haar kaken eruit gehaald, of wat zeggen ze allemaal? Ja, dus ze hebben eigenlijk gewoon zo, het komt er eigenlijk op neer dat ze zoiets hebben van iemand die gewoon natuurlijk mooi is. Ja, dat kan niet. Die heeft sowieso iets gedaan.
Die heeft sowieso iets gedaan aan haar gezicht of aan haar lichaam of iets. Ja, natuurlijk, als je, ik schmink mij heel hard soms. Alleen mijn lippen schmink ik wel harder. Of, maar nu ben ik zo echt minder make-up gaan gebruiken. Want ja, toen dat ik vloer is, moet je altijd er op en top uitzien. Ja. En misschien doordat ik veel dingen accentueer, dat ze denken van, oh, het heeft... Dat is wel erg eigenlijk, hè, als je er zo over nadenkt, dat mensen echt op alles echt commentaar hebben, om het zo te zeggen. Ja, dan denk ik, allee, je kunt zelf ook dingen doen. Ga op YouTube contouring leren en dan ga je ook hardere jungbeenderen hebben of iets. Ja. Ja, het is jammer. Het is inderdaad jammer. Maar toch, als ze niet praten, dan is zeker dat je niet interessant bent. Zeker. Ja, klopt, dat is waar. Doodlopende ik vind dat nog niet zo erg. Miss Botox, jij wel? Miss Botox? Je kunt er inderdaad beter mee lachen, omdat het gaat over mensen die je inderdaad niet persoonlijk kennen. Dus dan, ja, iemand die je niet kent, het is altijd makkelijk om een mening te hebben. Hè? Ja, maar ik snap wel wat ze dat zeiden, want op de foto's van de kroning had ik echt zo een glimmend gezicht en ik had mijn huid overgehydrateerd. Dus we waren met 6 meisjes op een kamer, een hele week waren we aan het repeteren en zo. En ik heb iedere dag een masker op mijn gezicht gedaan, een masker op mijn handen, een masker op mijn voeten. Ik was precies een zombie en mijn huid was echt zo opgeblazen van te veel water. Ja, oké. Okay. Dus ik snap dat wel als ze dat denken. Dus op die foto's kwam het eigenlijk door, leek het... Ja, dat echt aan het blinken was. Niet. Dat waren geen mooie foto's ook niet. Ja. Maar goed, okay, ja, dan nog. Oké, okay. Ja. Uw afkomst. Dus ik heb ook meegekregen dat je eigenlijk helemaal niet Belgisch bent, als ik correct ben. Dus, jawel toch? Allee, ik bedoel van afkomst. Hè. Dus uw vader is Frans en uw moeder is... Of omgekeerd? Omgekeerd, vader is, ja. Sorry, de waar. Dus uw moeder is Frans en uw vader is Nederlands. Ja, maar bon. Ik ben gewoon wel, ik ben hier geboren. Ja. Dus dat maakt wel een mix dat we eigenlijk dat ik heel Europa ben. Ik ben de buurlanden. Ja, klopt. Ik ben alles eigenlijk. Klopt, inderdaad. Ja. Maar ja, dat is misschien ook daarom dat ik een ander typerend gezicht heb, ronder gezicht. En dat ze denken ook als hij heeft iets gedaan. Ja. Maar je hebt wel echt gewoon zoiets van, ik voel mij echt volledig Belgisch wel. Natuurlijk, ja. Want het zijn uw roots eigenlijk gewoon het Frans en het Nederlands, maar... Ja, maar dat is eigenlijk ook gewoon Belgisch. Het is niet dat echt iets helemaal anders is. Hè. Nederlands, Belgisch, Frans is eigenlijk dezelfde cultuur eigenlijk. Ja, over het algemeen inderdaad wel, ja. Klopt, dat is waar. Zeker en vast. Dus ik kan daar niet echt een onderscheid onder maken. Ja. En hier in België zijn we ook eigenlijk half Frans, hè, want we moeten eigenlijk Frans en Nederlands spreken, Brussel, Wallonië. Klopt. Dus ja, uw Frans zal waarschijnlijk wel top zijn. Of is wel top, dat ik heb gehoord in de... Ik ben super bien français. Maar mijn Frans is... ik heb het in een andere interview ook al eens gezegd, dat is gewoon... Een andere vraag die ik nog wou stellen trouwens is... Ik heb meegekregen dat jij kunt zingen. Klopt dat of klopt dat niet? Ja, wel. Ik wist dat niet echt, want ik zing in mijn douche. Ja. Maar dat is eigenlijk Miss België, het comité die dat heeft ontdekt bij mij. Want wij moesten zo 6 meisjes konden een award winnen. En met die award op podium kon je door naar de laatste 15. Okay. Maar je moet bij de laatste 15 zijn, anders kan je niet winnen. Dus dat was best wel belangrijk om die award te hebben. Ja, wel. Je hebt award, je hebt Miss Beach, je hebt Miss Talent, je hebt Miss Sympathie, dus de sympathiekste. Ja. Maar dat is natuurlijk de meisjes onderling die dat schrijven dan wie de sympathiekste is. Ja. En ik kwam mijn talent winnen, want ik dacht, ja, dan ben ik door. Dus ik ben gaan zingen. Mensen gingen dansen, zingen of een act doen. En dan heb ik dat gewonnen. Daardoor was ik in de laatste 15. Oké, dus het feit dat je dat hebt gewonnen, wil wel zeggen dat je wel kunt zingen. Dus, ja, dat is waar. Ik zou graag een stukje willen horen als jij dat ziet zitten. Oké, dat we dat gewoon live een stukje horen van Miss België 2022. Oké, wilt jij mijn Frans liedje horen of wilt jij... Frans liedje, ik ga er niks van begrijpen, maar dat moet u niet tegenhouden om het niet te doen. Dus ik zou zeggen... Oké, ik zal dan Engels. Wat je zelf wilt. Engels? Oké. Okay. Allee, we tellen af. Geef mij de beat. We tellen af. Ik kan u geen beat geven, jammer genoeg. Gaan mijn beatbox skills bijvoorbeeld niet echt de top zijn. Maar ik zal voor u aftellen. Oké. Ja? En 3, 2, 1. I don't got my priorities straight. Don't know who I'm gonna be today. I'm no victim, but I feel watching on the daily.
dan weet ik de tekst eigenlijk niet meer. Oké. Ik ben geen professioneel. Ja, maar dan ook. Maar misschien komt die tekst terug. Wacht, hè. Nee, ik weet het echt niet meer. Komt niet meer. Oké, geen probleem. Maar we hebben een klein stukje gehoord. En ja, inderdaad, je ziet zeker niet slecht. Heb je geen ambities om daar iets mee te doen? Ik zou daar wel... Ja, ik vind dat super leuk om zo... Ik heb dat in waar was dat? In Egypte moeten performen zo. Ja. Ik vond dat kei leuk, dus ik zou dat wel nog willen doen. Ja. Maar ik heb zo zelf al liedjes geschreven voor mijn eigen, omdat ik voor mijn eigen... Ik zing graag, ik schrijf graag, maar ik heb daar nooit niks mee gedaan. Okay. Dus misschien moet ik daar nu iets mee doen. Ja, oké. Inderdaad, tuurlijk. Ja, waarom niet? Ik zou er inderdaad wel werk van maken. En misschien, want dat is denk ik ook nooit gebeurd. Een Miss België die een single heeft uitgebracht. Ja. Dus dat zou ook een we gaan mooie dat proberen. En wel heel goed. Hoe zit het eigenlijk met kleding? Dus ben jij veel bezig met kleding? Of let je er wel op dat je bijvoorbeeld een bepaalde kledingstijl matcht of iets? Of heb je zoiets van, op zich boeit me dat niet veel? Of, Maar ik was daar eigenlijk vroeger nooit mee bezig. Ik ben nooit zo... Ik leek wel zo shishi madammeken of zo, maar ik was dat totaal niet van binnen. Hè? En ook als mensen mij zagen in het echt, ben daar nooit mee bezig geweest. Ik ga eens naar de Zara. Maar nu dat ik echt zo in die wereld ben, denk ik, dat is kei leuk. Nu heb ik daar de tijd voor. Ja. En ik draag heel veel Karolien Bies. Dus, ken je dat merk? Nee. Maar veel mannen kennen het. Oké, dat is een merk dus. Je hoeft daar eigenlijk niet veel te combineren, want daar is alles al gemaakt. Oké. Ja, zo, en dat is ook heel klassevol, heel volwassen, heel vrouwelijk. Ja. Dus ik draag dat vooral. En heb je dan ook, als ik bijvoorbeeld uw kleerkast zou mogen zien, ga ik dan schrikken of in de zin van de hoeveelheid kleren die je hebt, of valt het allemaal wel mee? Goh, dat valt mee. Ik haat shoppen. Als ik een winkel binnen ga, heb ik al hoofdpijn. Ja. Ik haat dat echt. Ik ga misschien 3 keer per jaar shoppen of zo. Ja? Ja. Ik ga liever schoenen, sneakers kopen dan kleren. Ja? Dus jij bent wel iemand die veel van sneakers houdt? Hè? Ja, van Jordans. Ja, Jordans. Oké. Top. Ja, iedereen heeft zo'n beetje zijn dingen. Dus ik denk zo over het algemeen. We gaan niet beoordelen of veroordelen, maar over het algemeen, de meeste vrouwen, die shoppen wel veel inderdaad. En die hebben een kleerkast vol met kleren. En ze hebben nooit iets om aan te doen. Ja, dat is echt erg. Maar ik ben ook zo. Ja? Eerlijk. Dus je hebt ook zoiets van, ik heb niks om aan te doen. Ja, en dan begint je hysterisch worden, begint je bijna te huilen. Dan zeg je, ik wil al niet meer gaan. En dan zeg je, ik zie er niet uit. En dan blijft het gaan. En eigenlijk is heel avond om zeep bijna. Ja. Maar ik heb dat van me afgeleerd, want ik zeg... Dat is al van nature uit misschien... De hormonen van een vrouw. De vrouw er inderdaad zo uit. Ik was liever inderdaad ook een man geweest. Jullie hebben minder moeite. Gewoon een beetje gel in jullie haar. Zich wel. Maar we hebben ook qua kledingwinkels, we hebben ook wel niet echt veel keus. We moeten het altijd doen met een klein hoekje. En dat vrouwen 3 verdiepingen. 3,5. En dat laatste stuk krijgen wij dan. Dat is waar. Klopt. Terug even naar Miss België. Ik weet in het verleden, wat ik vaker ook zelf al had gezien, dat er vaak wel zo een vragenronde was. Ja. En ik weet dat er zo soms echt tussen haakjes domme antwoorden werden gegeven. Ja, nee, dat is waar. Van wanneer was de Eerste Wereldoorlog, dat er werd gezegd van 10 jaar geleden of iets ongeveer. Ja, maar dat is stress. Maar doen ze dat nu nog steeds eigenlijk, die vragenrondes, of niet meer? Doen ze dat niet meer? Toch wel, we doen de vragenrondes en wij dachten tot op de show zelf dat dat vragen over België gingen zijn. Ja. Dus ja, natuurlijk, je begint zo hard te stressen, want... Je wil natuurlijk niks verkeerd zeggen of... Ja, maar ook de stress, die eet je gewoon op podium, dus dan kun je al niet meer nadenken. Ja. Allee, ik toch niet. En dan kijk je te veel in de zaal en dan ben je afgeleid en dan denk je, ik ga gewoon niks zeggen. Ja. Maar dus de vragenronde was nu eigenlijk over je persoonlijk leven. Oké. Dus dat ze over ieder meisje iets willen vragen, Dus ik denk dat dat wel interessanter is. Ja. Maar natuurlijk wacht iedereen op bloopers, hè. Ja, Maar dit jaar geen bloopers. Nee, geen bloopers, oké, ça va. Nee, want inderdaad, er waren bloopers, van wat ik me toen kan herinneren, van... Ze vroeg ook, denk ik, eens een keer van, wat is de hoofdstad van Vlaanderen? Ja. En die Miss toen, of weet ik veel wie dat toen was, die antwoordde zo met Paul Magnet of zoiets in die aard als hoofdstad. En dan zei die achteraf wel van, het was door de stress.
Ja, maar dat is... Wat ik wel kan snappen natuurlijk, sowieso zeker. Dat is live op televisie, veel mensen kijken daarnaar. Ja, wel daarmee. Ja. Mensen dat kunnen niet, ik zei dat ook altijd, maar hou, waarom stressen die zo van achter mijn computer of van achter de televisie? Ja. Tot ik daar zelf stond. Ja, ja, ja. Dan dacht tuurlijk, ik, ja, waarom stressen die zo? Jij weet, je bent live op nationale tv, die dat. Ja. Dus, zeker, allez, ken kunt wel. U dat niet inbeelden, nee, voor je daar staat? Nee, dat is. Nee. Zeker, vast. En hier is even terugdraaien, want volgens mij is daar die McDonald's, hè, dat jij zegt. Yay! Ja, klopt, hè. Had je van milkshake? Ik heb hem goed, ja, als het niet kapot is, hè. Dus McDonald's. Het is altijd kapotte milkshake automaat. Ik heb recent nog, was ik bij de McDonald's en ik zei op voor en ik zeg, ja, goeiedag. En ik wou zeggen, een milkshake. En dan zei ik zo, wacht even. Is machine? Is jullie machine, de werkt jullie machine? En die persoon moest echt lachen en die zei, haha, nee. Het werkt ik dacht, niet. Ja. Ongelooflijk. Hoe kan ik het raden? Is dat hier of? Nee, het is eentje verder naar links. Ah, okay. Ik weet dat echt van buiten. Hè? Ja, ja, het is te zien. Als mis mogen ken we hier waarschijnlijk. Ik ken hier waarschijnlijk al heel goed. Altijd als je zo slecht voelt, ga je naar de Mac. Houd jij graag van fastfood of eet je dat veel? Of, Ja, ik eet wel veel. Dus daarom ga ik liever gaan eten dan gaan shoppen. Oei, en dan aan het rondpunt lezen. Ja, je kent de weg echt heel goed. Komt te goed bij mijn ogen dicht, kan ik naar de Mac gaan. Ja. Nee, ik eet graag fastfood, ja. Ja? Alles, er is niks. Het is echt verslavend, hè? Ja. Het is altijd lekker en je hebt geen zin in zo... Iets gezond. Nee, maar ja, toch, als je geen puisten wilt nu, ik mag dat niet meer, anders ga ik puisten krijgen. Ja, ja, dat ken ik wel. Ik heb dat, allee, ik krijg dat ook wel, als ik inderdaad te veel vettig eet. En dan hier zeker, hè? Ja, kei leuk. Dat heb je ook nog niet gedaan, hè, dat de McDonald's. Nee, dat is een primeur. Ik krijg die primeur. Nee, inderdaad, klopt. Valassen. Oké, wat hebben ze? Ik denk gewoon milkshake aardbei. Ja? Oké. Okay. Mag je dat eigenlijk niet? Ik ga het toch doen. Waarom? Geen probleem, ze. Wij willen graag twee milkshakes. Welke? Aardbei. Ga je me nadoen of wat? Ik denk dat dat zal zijn, maar ik heb nog een vraag. En, krijgen wij korting? Want ik zit hier met Miss België eigenlijk. Jawel, wel, dat is goed. Blijkbaar is dat hier vaste klant, dus daarmee. Ja, ik zal het je direct vragen. Dat is goed, dankjewel. Mogen we doorrijden? Ja. Dat is goed, dankjewel. Ja, ik ga dat trakteren voor u. Ja? Omdat ik amai, te gast... Normaal moet het omgekeerd zijn. Hè? Ja, maar ik ben echt een lieve Miss België, daarom. Ja, het is te zien. Ik ben de coolste Miss België, want ik trakteer milkshakes. Ja, inderdaad. Dat is denk ik nog nooit eerder voorgekomen. Voilà, jij mag zo tappen. Het is in ieder geval nooit op beeld vastgelegd, denk ik. Nee, ik heb nooit wifi gehad. Tot ik 18 werd of zo, wij nooit wifi gehad thuis. Nee? Dat is pas erg. Dus ik heb al die tijd van MSN en al niet gekend, netvlog niet gekend. Oh mijn god. Dat is MSN, erg, hè? MSN, dat was een goede tijd. Ja. Echt waar. Hoeveel calorieën zou er in een milkshake zitten? Ik denk 350. Goeie vraag. Ik denk 350. We gaan dat moeten noteren. Nee. Ja? Ik ben niet zo. Veel meisjes zeggen, ik ben niet zo. Die houden hun calorieën bij. Ja. Nee. Ik heb ook een periode dat ik goed aan het sporten was, dat ik dat ook wel even deed, zo'n beetje op mijn calorieën letten. Maar ik ben gewoon op een gegeven moment in de conclusie gekomen dat ik gewoon te graag eet. Ja, en je bent tot de conclusie gekomen dat dat nieuw leven is. Ja, en ik dacht van... Ik moet misschien ook tot die conclusie komen. Ja. In een auto met een tricolo. Ja, ik probeer Antwerps, maar ik ben eigenlijk een fake Antwerpenaar. Zie je, dat is hier altijd 5 uur voor een milkshake. En als je die dan hebt, is dat eigenlijk al... Er is ook maar één persoon voor ons. Kom, we maken eigenlijk die milkshake van 300 calorieën. Blijf hier op 7 uur. Ja. Dankjewel. Dat heb jij nog nooit gehad, hè? MS België die een milkshake trakteert. Daar heb ik dus geen korting gekregen. Houdertje erbij of... Boah, dat hoeft niet, hè. Wat? Kastiketje opnodig? Nee, dat hoeft niet. Het is al erg niet. Alsjeblieft. Dankjewel, rotzakje. Ik vroeg korting. Wij kregen geen korting. Wij kregen zelf geen milkshake. Ik heb je kaart toch teruggegeven, hè? Ja. Ah, oké.
Ja. Oké. Okay. Maar kei leuk. Bedankt nogmaals voor dit gesprek. Dank u, heel bedankt. En voor de milkshake. Ja. Uiteraard. En ja, we gaan ervan genieten. En we gaan Cheers. Het hiermee dan ook mee afsluiten. Dus ik kan zeggen, volg Shine zeker. Geloof mij, alles wat er wordt geroddeld over haar, klopt niet. Je is dikke bullshit. Miss België 2022. Het was zeer aangenaam om u te leren kennen, Shine. Dankjewel, ik het was echt leuk. En we gaan ervan genieten. Ja. En voor alle mensen die kijken, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye. Ciao.